En ik ben niet jaloers op Hugo de Jonge. En ik wil ook best geloven dat hij zijn best doet. En het is een rotbaan, want je kan het alleen maar fout doen. En dat bewijst hij ook elke keer. Nee, maar elke keer is er weer wat mis. Dat je denkt, ja maar Hugo, let nou even, weet je. Dan is het weer dansen met Jansen. En nee, hou je prik, dan kan je gelijk. Terwijl iedereen zei daarvoor, je moet 2 weken. Oh, is dat 2? Is dat daarmee ook? Oh, dat wist ik niet. Weet je, en dan... Nu weer, dan staat hij weer op de cover van de Linda. En allemaal mensen waren boos dat hij daarop stond. Ik dacht, nou ja prima, laat hem lekker zijn fotoshoot doen. Alle tijd dat hij daar is, kan hij geen andere dingen verkeerd doen. Nee, maar ik denk ook serieus dat elk tweede e-mailtje wat Hugo de Jonge schrijft, begint met de zin zo. Nu met bijlagen. Toch?